En nou weer het die oorlog gekom en vanuit diezelfde oord. Duitsland en sy satelliete is weer eens bezig om die vredelievende landen van Europa te vernietig en dreig om ander landen, insluitende ons eie land, te oorheers. Die land het dus een onafgebroken stroom vrijwilligers nodig om die leemtes wat in ons geliedere veroorzaakt mag worden, weer aan te vul. Op hierdie vrijwilligers doen ek nou een beroep en ek weet dat dit nie te vergeefs sal wees nie. Afrikaners is altijd gereed om aan die oproep van hun land gehoor te gee. Elke man en vrou wat nie reeds noodzakelijke nationale werk verrig nie, doen ek my beroep om vrijwilligers. En ek vertrouw dat die gehoor sodanig sal wees dat ons eenhede aan en achter die front op volle sterkte geroep sal word. Suid-Afrika doen een oproep op elke man en vrou om sy of haar plicht te doen.